Mijn naam is Tim Huuske, ik ben vandaag de gastheer en naast mij zit Rolf Groenendaal en die is jullie presentator. Wij hopen dat iedereen verbinding heeft gezocht via eventueel de telefoon, dan wel de computer. Mocht dit niet gelukt zijn, klik nog even op het telefoontje en laat u even terugbellen door WebEx. Heeft u verder nog vragen, dan kunt u het beste via de chatfunctie bovenin in uw scherm aan mij de presentator stellen en ik zal u proberen zo spoedig mogelijk van een antwoord te voorzien. Zoals gezegd, welkom bij het webinar over de infopanels van onze partner InfoBridge. En zoals je al ziet, onze salesmanager is er erg tevreden mee. Verhoogt het wij-gevoel, het wij-gehalte in onze organisatie aanzienlijk. Het wijgevoel wordt ook verhoogd bij InfoBridge zelf aan de lunchtafel. Het wijgevoel bij Superhost Benelux in de lobby. Zodra je binnenkomt bij Superhost op kantoor hangt daar een mooi scherm met alle actuele informatie die er op dit moment binnen onze organisatie speelt. Onze moederorganisatie in Noorwegen heeft zelfs per verdieping een eigen identiteit die ze mee kunnen geven in de schermen waar de informatie wordt getoond. Dan onze naast de buren in Duitsland gebruiken het zelfs als mini-panel in de Superhost applicatie zelf. Wat dat inhoudt is, u kent het wellicht wel, de mini-kaart rechtsboven in het scherm van Superhost, waar over het algemeen vaak de datum worden weergegeven in maandvorm. Dit kan aangepast worden, daar kunt u andere informatie tonen, waaronder ook de infopanels van InfoBridge, wanneer u dit product heeft afgenomen. Dan wil ik bij deze het woord gaan overdragen aan de presentator, Rob Groenendaal, hij zal u verder meenemen in het verhaal van de infopanels en u diepgaande uitleg geven over de mogelijkheden. Dankjewel Tim. Ik neem het vanaf hier over. We hebben al wat verteld over het wijgevoel en waar het hangt. Nu is het natuurlijk in het vervolg gaan we laten zien wat dan waar hangt. Wat gaan we kort doorlopen vandaag? Allereerst even een introductie van de infopanels. Wat is het voor een product? Vervolgens gaan we door naar de mogelijkheden. Wat ik eigenlijk kort wil laten zien is een aantal voorbeelden waar we visueel in kunnen laten zien van hoe het product eruit kan zien en wat het kan. Vervolgens gaan we door naar de structuur. Hoe zit het product in elkaar? En daar komt ook nog een stukje techniek bij kijken van hoe is het opgebouwd. En dan komt het live deel. Door middel van een demonstratie gaan we een aantal panels doorlopen. En gaan we laten zien hoe gemakkelijk het is om een infopanel aan te maken. Tot slot komen we bij het vragenstuk aan. Zoals Tim net al aangaf, de vragen kunnen gesteld worden via de chatfunctie. Wanneer mogelijk zal Tim direct een antwoord geven. Voor de rest zullen we aan het einde van de sessie proberen een aantal vragen te behandelen. Die we dan live kunnen laten zien of even kunnen toelichten. Dus stel gerust de vragen. Wat we in de planning hebben is dat het geheel een minuut of 20 gaat duren. Het presentatiestuk. En vervolgens hebben we nog een 10 minuten gepland voor de vragen. Dus in totaal zijn we een half uur bezig. We gaan van start. De infopanels. Waar dient het product eigenlijk voor? En zoals wij het dus omschrijven, door middel van de infopanels benaderen we specifieke groepen op een specifieke plaats en ook nog eens op specifieke momenten door middel van audiovisuele displays. Dus door te targeten op een specifieke groep, plaats en het moment kun je dus allerlei content op maat gaan aanbieden. En zie dat ook even in het voorbeeld, in het plaatje wat bijgevoegd is. En je ziet hier een afdeling van een organisatie. En daar hangen de schermen door een organisatie geplaatst zijn, waar de specifieke content op gepresenteerd kan worden die voor die afdeling relevant is. En die content die kan uit allerlei bronnen komen. Met de infopanels kun je dus mensen direct voorzien van informatie, real-time informatie uit databases of uit externe bronnen. Wat andere voorbeelden waar je infopanels in kan herkennen, is bijvoorbeeld bij een centrale receptie van een organisatie bij de binnenkomst.
Ik denk dat de meeste van jullie dat misschien wel in de eigen organisatie kennen of ergens anders hebben gezien. Hier wil je informatie tonen aan bezoekers, aan eigen medewerkers, al dat soort zaken. En het voorbeeld van de receptie willen we ook nog in het demonstratiedeel laten zien. Maar denk ook aan salesinformatie voor een salesafdeling. Of informatie over openstaande service tickets of klachten voor een klachtenafhandelingscentrum. In al dat soort zaken kun je dus mensen gaan informeren via panel. Nou, dan gaan we ze live laten zien. Hoe zien de infopanels eruit? Of beter gezegd, ja, hoe kunnen ze eruit zien? Nou, hier in het scherm zie je een eerste vorm van een infopanel. Maar alles wat je in deze presentatie zal zien, is eigenlijk helemaal zelf te definiëren. Dus het zijn voorbeelden. Niets is vast. Je kunt eigen huisstijl, eigen lettertypes, eigen kleuren, eigen foto's. Alles kun je zelf bepalen. Wat zien we hier? Eigenlijk zien we dus nu één panel. En daarop zien we een aantal widgets, zoals wij ze noemen. Dat zijn dus eigenlijk een soort virtuele weergaves, waarop we data kunnen presenteren. Nou, in deze panel zien we een aantal mogelijkheden. Zo zie je linksbovenin het totaal aantal sales calls in een pie chart. In het midden een aantal optel, een aantal cijfers, een aantal calls per day of een aantal visits per day. Bezoeken, inkomende bezoeken of uitgaande bezoeken. En ook rechts zie je die weergegeven in een pie chart. Wat verder nog mogelijk is, is bijvoorbeeld een counter. Die zie je in het midden onderin. Hier staat dagen tot het volgende target. Om zo deze informatie kenbaar te maken aan de groep. En tot slot zie je onderin nog een scrollbalk. Waarin bijvoorbeeld in dit geval de laatste verkopen worden gepresenteerd. Dus aan welke klanten dat gebeurt. Je ziet hier dus een aantal... widgets, hè, zoals we dat net al aangeven, een aantal vormen waarin je de data kan weergeven. In totaal hebben we inmiddels een 25-tal widgets ontwikkeld, welke dus ook weer talloze mogelijkheden geven om data te representeren. En dat gaat op allerlei levels. Dat gaat dus op, en dat zullen we zo zien, op data vanuit SuperOffice. Dus hoe kan ik SuperOffice data presenteren? Maar dat gaat ook over andere zaken, zoals social media en... andere databases en in de komende slides zullen we die gewoon even stuk voor stuk doorlopen om jullie een beeld te geven van wat er mogelijk is met de infopanels. Het eerste voorbeeld dat ik even wil aanhalen is het kopje nieuws zoals we dat noemen, maar zie dat in de breedste zin van het woord. Op deze slide zie je eigenlijk wat mogelijkheden van wat kan. Zo hebben we een widget gecreëerd waar je RSS feeds in door kan laten komen. Dus allerlei bronnen die steeds data als het ware spuwen naar buiten, die kunnen opgepakt worden en die kunnen dus gepresenteerd worden in een scherm. En linksonder zie je ook het weerbericht. Iedereen is er toch altijd mee bezig, dus waarom zou je dat niet op een centrale plaats kenbaar maken? In het midden een voorbeeld van een webcam. Je kunt filmpjes, maar je kunt het ook live streamen vanaf een webcam. Al dat soort zaken kun je gewoon direct doorzetten naar een infopanel. En nogmaals, dit zijn even voorbeelden. Straks in het live deel en een demo deel willen we het gewoon ook even gaan laten zien hoe dat er dan echt uitziet. En onderin nog een laatste scrollbalk van het laatste nieuws. Waar wat interessante informatie voorbij komt. Dit is natuurlijk een hele belangrijke. SuperOffice data. Dat is ook een beetje de gemene deler waar we vandaag voor zitten. Met een aantal widgets die we gecreëerd hebben, kunnen we ook data uit SuperOffice ontsluiten en die visueel weergeven. Zo zien we aan de linkerkant weer een pie chart van wat data. Die gepresenteerd wordt. In het midden een snelheidsmeter, even kort zoals we het zien. En rechts bijvoorbeeld textuele ingaven van data, die bijvoorbeeld nieuwe bedrijfskaarten of nieuwe contactpersonen, die steeds gepresenteerd worden.
hoe komen we nu aan die informatie? We maken hierbij gebruik van de SuperOffice selecties. Dus wat een widget doet in het infopanel, zoals je dat ziet, is dat hij bepaalde informatie uit de selectie haalt, die oplabelt en die presenteert in het infopanel. En zo kunnen we dus vanuit selecties kunnen bepalen van wat is de doelbron. En vanuit die informatie kunnen we alle gegevens op de juiste manier laten zien in de gewenste vorm. Dus in een pie chart of in een bar chart of iets dergelijks. Of gewoon in textueel. En onderaan zie je nog een countdown. In dit geval is dat de dagen tot het einde van het kwartaal bijvoorbeeld. Heel handig voor een sales team om kenbaar te maken wanneer de target behaald moet zijn. Een tweede variant die we natuurlijk goed kennen uit SuperOffice Sales en Marketing, wij hadden het net over de sales data, is de marketing data. Dus ook voor marketingorganisaties kan het zeer interessant zijn. Wat zien we hier? Het aantal klanten bijvoorbeeld per land. Maar zie ook links onderin de tellers. Misschien dat de meeste van jullie dat ook gebruiken. Wij kennen het in ieder geval wel. We hebben een aantal A-klanten, B-klanten, C-klanten, privileged customers. En die kunnen we zo weergeven. Dus we kunnen altijd laten zien op bepaalde afdelingen van hoe staan die aantallen er nu voor en hoe verhouden ze zich tot elkaar door ze zo naast elkaar te zetten. En ook op rechts zie je weer een aantal voorbeelden van bijvoorbeeld de newly added companies, dus de nieuwe bedrijfskaarten. Ook zeker vanuit marketing is het heel interessant om te kijken van welke kaarten zijn er aangemaakt. En misschien wil iemand wel even op die kaart kijken of dat de datakwaliteit op orde is, dat de kaarten goed ingevoerd worden. Of ziet men juist een interessante klant erbij. Ik wil er maar even naar kijken. Tot slot onderin totaal aantal prospects of suspects. Dat soort zaken kunnen dus allemaal uit de SuperOffice selectie, in die SuperOffice selecties gemaakt worden en kunnen in deze vorm gepresenteerd worden. Naast het marketingdeel en het salesdeel heeft SuperOffice natuurlijk ook sinds een aantal jaren customer service. En ook voor customer service hebben wij dit iets gecreëerd. Wat eigenlijk dus erop neerkomt dat we ook aan die zijde van het SuperOffice product goede data kunnen laten zien. Ik weet niet of er mensen bij zijn die customer service gebruiken. Maar je kunt dus openstaande tickets of nog niet geregistreerde tickets of nog niet toegewezen tickets. Op allerlei zaken kun je dus deze informatie kun je tonen en kun je bijvoorbeeld op een algemeen scherm hangen bij de serverafdeling, zodat iedereen weet hoe hij wordt. Onderin zie je ook nog een aantal activiteitenlevels. Het kan interessant zijn om te weten van hoeveel berichten er worden verstuurd, uitgaande berichten, inkomende berichten. En die kunnen dus in een pie chart, dus in de taartvorm of in een bar chart, zoals deze balk of een lijn, kunnen die gepresenteerd worden. Dus met de infopanels voorzien we op SuperOffice gebied het salesdeel, het marketingdeel en het servicedeel en daarbovenop ook een managementdeel om die informatie te representeren. Dan laten we het SuperOffice deel even achter ons. Dat zullen we straks in de demonstratie nog even laten zien. Maar zoals net met het nieuwsdeel al duidelijk was, kunnen we nog veel meer eigenlijk met de infopanels. Eén voorbeeld hier, sociale media, social media, wat in steeds meer organisaties geadopteerd wordt. Zo kun je met de infopanels Twitter feeds gaan oppakken. Dus wanneer uw organisatie of uw klant of iets dergelijks actief twitteren, kun je dat op de generieke schermen gaan tonen. En kan eigenlijk in de organisatie verspreid worden van wat er over de organisatie gezegd wordt bijvoorbeeld. Wat je hier ook ziet, en misschien is dat een beetje onduidelijk in het scherm, is er maar dat er op één pagina meerdere verschillende Twitter feeds gepresenteerd kunnen worden. Dus de widget is steeds hetzelfde, maar er wordt iedere keer gekozen voor een andere doelgroep, een andere bron waar de informatie uitgepompt wordt. Dan een waarschijnlijk voor veel mensen interessante. Misschien is die via de chat al binnengekomen, de vraag. We hebben het net gehad over SuperOffice als een bron. Dat roept natuurlijk bij veel mensen ook de vraag. Zijn er dan andere databases waaruit data geput kan worden?
Ja, dat kan. En hier hebben we een scherm daarvoor laten zien. In deze sessie focussen we ons op QPOP data en andere data. Maar het is ook mogelijk om naar andere systemen te gaan kijken. En daarbij kun je denken inderdaad aan een ERP, logistiek, financieel. Al dat soort zaken, daar zijn de infopanels ook voor gemaakt om daar data uit te gaan ontvouwen. Nog een tweetal laatste voorbeelden om nog even de breedte van de infopanels te laten zien. Waar kun je nog meer aan denken bij het tonen van data? Weer het receptieverhaal. Wat we kunnen tonen is bijvoorbeeld de aanstaande verjaardagen van collega's of van klanten. Data die weer uit de SuperOffice database wordt gehaald. Rechtsbovenin zie je de bezoeken, de agenda van vandaag. Wat je vaak ziet bij organisaties. Wie bezoekt ons vandaag? Dat kun je op deze manier dus aantonen en laten zien. Maar ook de interne nieuwsbrief of interne nieuwtjes die even kort op het infopanel kunnen worden gezet en zo dus aan iedereen kenbaar kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld wanneer er met feestdagen of iets dergelijks een vroegere bedrijfssluiting is of een borrel of iets dergelijks. Dus alle informatie kan heel snel in een widget geplaatst worden en aan iedereen getoond worden. Tot slot, wellicht zijn er bij in deze groep mensen met een bedrijfskantine. Daar is vaak een wekelijkse lunchkaart. Dat is uiteraard erg belangrijk voor alle collega's. Ook deze kan op een infopanel getoond worden. Dit gewoon even om de breedte te laten zien van het product, van wat er eigenlijk mogelijk is om te laten zien. Dan stappen we over naar de techniek. Zoals bovenin staat, is het volledig HTML5 techniek gebouwd. Wat eigenlijk inhoudt dat de panels op allerlei devices kunnen draaien. En zo hebben we het ook bewust opgebouwd. Die niet alleen op een computer of op een laptop te kunnen draaien, maar ook op een smart TV of op een mobile device zoals een iPad of een mobiele telefoon. Dus op al dat soort devices kan gedraaid worden door die HTML-techniek. Zelfs met de Android sticks, wellicht bij jullie bent, kunnen ook niet smart TV's aangekoppeld worden, zolang ze maar een USB-poort hebben. Dus door de Android stick wordt connectiviteit gemaakt en kan de infopanel draaien. Dus op allerlei soorten hardware die al bij u wellicht in huis is, kunnen de infopanels gewoon heel makkelijk aangekoppeld worden zonder zaken die daarvoor benodigd zijn. Nou, het is volledig webgebaseerd. Inclusief het ontwerpen, dus alles zit in dezelfde modus. En we hebben al een aantal plugins gemaakt. Een aantal hebben we natuurlijk al genoemd, dus bijvoorbeeld voor SuperOffice. Maar we hebben ook YouTube en Vimeo integraties. Dus wanneer u bedrijfsfilms of iets dergelijks wil laten zien, dan kunnen deze heel makkelijk op de panels getoond worden. RSS, Image, Twitter zijn zaken die we net ook al behandeld hebben. De slimme ingebouwde caching. We maken gebruik van pre-caching, waardoor het de performance verbetert. En waardoor de infopanels gewoon snel geladen worden en altijd goed zichtbaar zijn. Zometeen gaan we live kijken via de WebEx-sessie. Het kan zijn dat er dadelijk wat vertraging ontstaat vanuit de WebEx, omdat we alles over de lijn gooien. Maar ik kan u garanderen dat normaal de infopanels direct zichtbaar zijn. Real-time informatie uit de database, dus op het moment dat iets in de database veranderd wordt. Gaat dat meteen door naar de panel. En tenslotte met de techniek, elk scherm heeft zijn eigen profiel voor op maat gesneden informatie. Voordat we doorgaan met de live demo, even een klein stukje over de structuur. Onderin het scherm ziet u de infopanels software. Dat bestaat uit 3 lagen en dat is natuurlijk waar we het vandaag over hebben. De infopanels software. Die moet natuurlijk wel draaien op hardware. En dat zijn de devices. Over het algemeen kunnen die al in uw organisatie aanwezig zijn. Bijvoorbeeld in de lobby heb je een monitor, in de kantine een monitor. En jawel, het kan ook op een tablet of een mobiele telefoon draaien, zolang het device maar met een URL aangestuurd kan worden. Eerste niveau van de infopanel software, dat zijn de profielen. En we hebben hier een drietal voorbeelden neergezet. Aan de linkerkant ziet u het
externe profiel, of een extern profiel, wat gekoppeld is aan de monitoren in de diverse lobby's. Een apart profiel is er ook voor de kantine. En dat noemen we dan even een intern profiel. En een persoonlijk profiel is dan iets wat op een mobiel apparaat kan draaien. Deze profielen die worden opgebouwd uit de panels. Dat zijn verschillende schermen die achter elkaar door kunnen draaien. Voorbeeld bij het externe profiel zijn nu dat die uit twee panels bestaat. Interne profiel bestaat op dit moment uit drie panels. Die roteren als het ware, dus als de laatste is geweest, dan begint die weer van voren af aan. Elk panel is in te stellen met een eigen doorlooptijd. De rode vlakken die u ziet staan, dat zijn de widgets. En dat zijn de componenten waaruit elk panel kan worden opgebouwd. Er zijn bijvoorbeeld widgets op het gebied van sociale media. Je kunt ook YouTube-filmpjes, interne filmpjes, webpagina's, Twitter-accounts, het weer, al dat soort zaken kun je allemaal combineren op een panel. Er zijn ook andere type widgets en dat zijn de aan SuperOffice gekoppelde widgets. Die zullen heel vaak gaan putten uit een selectie die je vooraf in SuperOffice hebt gemaakt. Dat kunnen bijvoorbeeld ook dynamische selecties zijn. Stel dat je op een bepaalde pagina een lijstje wil laten zien van je personeel wat jarig is, dan kun je dus een dynamische selectie maken op het gebied van personen. En de personen die in dan die selectie worden getoond, die kun je dan in een widget op een panel laten verschijnen, zodat je elke dag het actuele beeld hebt van wie er jarig zijn. Laatste soort widgets, dat is wat meer programmeerwerk, maar daar kun je ook een heleboel zaken in doen. Dat is bijvoorbeeld met HTML-code direct een widget opbouwen, of middels SQL-views gegevens uit bijvoorbeeld ERP-systemen op een scherm tonen. En dan gaan we nu over naar de infopanels demo. Nadat ik ben ingelogd, krijg ik dit scherm. Ik ben hier ingelogd als ROGR. Er zijn een onbeperkt aantal users door u zelf te beheren. Daar is geen limiet op. Ik heb hier als ROGR heb ik hier een viertal profielen al klaarstaan. Dan zal ik dadelijk eventjes met één aan de gang gaan om jullie te laten zien. Ik wil eerst even wijzen op dat je ook nieuwe hier kunt creëren en dat je ook bestaande kunt importeren. Dat betekent dat je natuurlijk een huisstijl bijvoorbeeld klaar hebt staan en dat je om tijd te besparen daar gewoon elke keer mee een verse start kunt maken. Je kunt aan elk profiel kun je ook een omschrijving meegeven. En je kunt aan elk profiel kun je kiezen of dat je ook een public access code for viewing gaat uitdelen. Nou, dat is bij deze is dat gedaan. U ziet dat wordt ook een handje. Het is een hyperlink. Die hyperlink die kun je dan ook versturen via de mail. En dan kun je een persoon daar gewoon op afstand even naar laten kijken. Werkt uiteraard alleen als alle netwerkinginstellingen en alle beveiligingszaken in orde zijn. Verder kun je van een profiel kun je aangeven of dat je het profiel zelf wil editen, de panels wil gaan editen, of je hem eventjes wil afspelen om te kijken hoe ziet het er nu werkelijk live uit, deleten, exporteren en kopiëren. Ik start eventjes met een leeg canvas met twee panels. Dat doe ik eventjes om te laten zien hoe dat het er leeg uitziet, omdat we dadelijk gaan we naar de webinar Benelux en daar zijn al een heleboel zaken ingevuld. En dan ziet u wellicht door het boom het bos niet meer. Dit profiel ga ik nu eventjes editen. En als ik dat op klik, dan ziet u dat ik hier een profiel heb met twee panels. Twee panels, ziet u links bovenin. En elk panel heeft dan een op dit moment nog leeg canvas. Dat canvas is in te delen. Op dit moment is het in te delen van 12 bij 12. Dat is het maximale, anders wordt het ook veel te druk op panels. En als ik hier nu een widget zou willen toevoegen, dan is het gewoon heel simpel kwestie van, ik ga hierop klikken.
Ik krijg dan een keuze uit welke widget wil ik daar neerzetten. Dat is een drop-down van alle beschikbare widgets op dit moment. Ik kies nu voor de klok. Ik klik op OK. Ik kan dan kiezen voor wat voor klok wil ik. Ik kies nu voor een digitale tijd. Het font kan ik groter maken, kleiner maken. Ik maak er nu eventjes 80 van. Ik kan kiezen of ik de seconde wil laten zien. En op dit moment wordt dan de widget hier neergezet. Hij staat nu nog in één cel, zeg maar. Ik kan dat gewoon zelf groter maken. En op dit moment hebben we dan de tijd hier neergezet. Zo snel gaat het. Ander voorbeeld is dat ik hier nu een andere widget wil neerzetten. En dat is uit de SuperOffice widgets die beschikbaar zijn. Kan ik bijvoorbeeld de latest editions laten zien. Nou, als ik daarvoor kies, dan krijg ik nu de gelegenheid, wil je dan de bedrijven zien, de personen, wat wil je zien? Kies voor het maximum aantal wat je wilt laten tonen. Ik zeg save. En hij wordt weer als één cel gepresenteerd en ik kan dat zelf gewoon heel simpel zo groter maken. En nu ziet u de laatste toevoegingen die er zijn gedaan op de database op het gebied van bedrijven. Dit is dan nu het eerste panel. Het tweede panel kan ik hier ook naartoe gaan. Deze is ingericht met een 2x2 canvas. En dan kunt u ook weer op deze manier, op dezelfde manier, kunt u daar widgets aan toevoegen. Het creëren van een widget kan met een plusje, maar het kan ook hier bij het lampje. Hier krijg je een overzicht van alle beschikbare widgets die er zijn. U ziet hier al de basis, dat zijn dus de weerberichten, de tijd, een slideshow van foto's die je zelf hebt geüpload. Zo kun je een hele lijst zien van beschikbare widgets. Op het gebied van data hebben we een SQL View, SQL View Count. En op het gebied van SuperOffice hebben we een heleboel widgets, bijvoorbeeld project members kun je laten tonen. Totaal van selecties, zoals ik al net heb gezegd, de verjaardagen die eraan komen. En ook op het gebied van service tickets is er een widget. Zoals gezegd, dit is een voorbeeldje. We hebben hier een canvas gehad waar nog niets op stond en waar we gewoon wat zaken aan hebben toegevoegd. Ik ga dit even stoppen. Dat doe ik rechtsboven hier. Klik op stop. En ik kom terug bij alle profielen die we hadden. Net hebben we dus gekeken even naar een leeg canvas met twee panels. Ik ga nu opstarten het webinar Benelux. Daar zitten wat meer panels in en ook wat echte live voorbeelden. Als ik daarop klik, dan wordt dat voor ons geopend. Totaal andere sfeer, zoals u ziet. Er is een mooie achtergrondfoto toegevoegd. En dit profiel bestaat op dit moment uit een viertal panels. Hier linksboven zie je dat verschijnen. Het begint met de company info, dat is degene waar we naar kijken, het panel waar we naar kijken. Vervolgens komt er een met de SuperOffice data, SuperOffice data possibilities en endless combinations. Oftewel, dit zijn vier panels die achter elkaar zijn gezet. Per panel kun je dan gaan kijken met deze knoppen die nu bij dit panel horen, bijvoorbeeld hoe dat de credentials van dit panel in elkaar steken. Als ik hierop klik, dan krijg je alle informatie die bij dit panel horen. Bijvoorbeeld, welk font wil je hier gebruiken? En welke foto wil je hier als achtergrond gebruiken? En teksten en kleuren, achtergrond en dergelijke, allemaal per panel in te stellen. Andere knoppen die er per panel aanwezig zijn, is dat je hem kunt weggooien. Je kunt hem exporteren zodat je hem in een ander profiel ook kunt gaan gebruiken. Of je kunt binnen dit panel kun je een kopie maken. Sorry, binnen dit profiel kun je een kopie maken. Op dit panel zie je allerlei verschillende gegevens. Er zit hier een teller bij Next Customer Day. Die telt af naar een bepaalde D-Day die binnen de organisatie van belang is. Hier zie je wat gegevens uit de SuperOffice agenda.
aan de linkerkant. En aan de rechterkant hier, daar zie je een Twitter-account wat hier lekker voorbij komt lopen. De onderkant geeft aan dat er allerlei files zijn op dit moment. Niet leuk, maar ja, het is wel informatie. De tweede panel heeft een totaal andere sfeer. Zitten maar een paar widgets op, een totaal andere achtergrondfoto. We hebben hier de nieuwe contacten, zoals we ook al een keer hebben laten zien, die hier aan worden toegevoegd. Hier heb je de service tickets die worden getoond. Nog een aantal voorbeelden van de gegevens. En nogmaals, het is live data. Het wordt op dit moment uit de data, uit de database gehaald en aan ons getoond. Customer service workload, aantal prospects, aantal companies en hieronder weer de upcoming birthdays. Wat ik nu ga doen, is dat ik het terug ga naar de eerste pagina en dat ik het ga afspelen. Kijken hoe dat het er live uitziet. Ik wil er wel even bij zeggen dat de instelling op dit moment is dat per panel 8 seconden wordt getoond. Dan komt dat natuurlijk erg druk over, maar ja, het is een demo en om nou elke keer 10 minuten naar een scherm te gaan zitten kijken, dat is ook zo wat. Dus we gaan hier nu spelen. Het wordt opgebouwd, je hoeft dus nu niks meer te doen en het wordt aan ons getoond op de volgende wijze. En het laatste geeft aan dat het tijd is voor vragen, dus dat gaan wij nu ook doen. We gaan dit stoppen. We hebben een aantal vragen binnengekregen die ik eventjes met jullie wil doornemen. Vragen die zijn binnengekomen, zijn dynamische selecties van toepassing? Ja, nou ik heb het inmiddels ook al uitgelegd. Het zijn juist de dynamische selecties die het doen, omdat je dan live data uit SuperOffice getoond kan krijgen. Is Excel mogelijk, is een vraag. Nou, dat is inmiddels wel mogelijk. Zoals je hebt gezien zijn er een heleboel widgets. En er zullen allerlei vragen komen van ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. Dan zullen we niet overal meteen op gaan reageren. Maar Excel is natuurlijk een heel voor de hand liggende vraag. Die is dus inmiddels als een widget toegevoegd. Kortom, Excel is mogelijk. Maar daarnaast is het toevoegen van widgets is relatief eenvoudig door de zeer gestructureerde manier waarop de software is opgezet. Uiteraard wordt er gevraagd naar de prijs. En de prijs is op dit moment €1250. En daar komt dan ook altijd de jaarlijkse onderhoudskosten komen daar nog bij. Hou in gedachten dat daarbij dus een onbeperkt aantal gebruikers mogelijk is, onbeperkt aantal profielen en het onbeperkt aantal panels wat je kunt gaan hanteren. En de widgets, zoals gezegd, die zullen zeker voor uitbreiding vatbaar zijn. Is er een view voor documenten en projecten? Ja, die zijn er. Die kunnen ook getoond worden. Ook voor projectleden is er een speciale widget waarbij je kunt laten zien welke projectleden, zelfs van welk type, er deelnemen aan een bepaald project. Dit waren op dit moment de vragen. Dan ga ik nu terug naar Tim. Nou, zoals de sheet al zegt dadelijk op uw scherm, bedankt voor uw tijd en belangstelling, zoals altijd. We gaan er even kijken of we er straks nog een mooi filmpje van kunnen maken, waarbij zeg maar een live gedeelte zeg maar even wat soepeler aan jullie getoond kan worden. Jullie krijgen daar dan ook bericht van, zodra dit filmpje gecreëerd is. En dan kunnen jullie die op je gemak nog een keer bekijken. En krijg je de infopanels ook te zien zoals ze normaal ook op uw eigen scherm in de organisatie zouden werken en getoond kunnen worden. Nogmaals bedankt voor uw aandacht. Ik wil u graag wijzen op ons volgende webinar. Dat zal plaatsvinden op 13 maart dit jaar.
En het onderwerp daarvoor is efficiënt agendabeheer binnen SuperOffice. Ja, natuurlijk de allerbeste tip die we voor nu kunnen meegeven. Dat is, zet deze volgende webinar natuurlijk ook alvast even in uw agenda. Of ga eventjes naar onze website www.superoffice.nl/evenementen. Daar zult u ook dit webinar aangekondigd zien en kunt u zich alvast inschrijven. Vrees niet, mocht u dit vergeten, zullen we u natuurlijk via een van onze nieuwsbrieven op de hoogte stellen. En ja, mochten er nog vragen zijn, we laten de chat nog even openstaan voorlopig, tot een uur of vier vermoed ik. En ja, mocht u alsnog vragen hebben na afloop van deze sessie, stuurt u ze dan even naar info@infobridge.com. Dus dan wil ik Rob bedanken voor zijn presentatie en zijn inzet. En dan wens ik u nog een fijne dag verder.